Banjo Town. Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe video Banjo Town. Vandaag is het chillen zaterdag. En wat gaan wij vandaag doen? Zeurdeboel. Ja, en voor de mensen die dit niet kennen, je hebt een wit balletje, die gooi je heel ver weg. En dan gooi je andere ballen naartoe. En heel veel ballen gaan naartoe flikken. Ik wil de blauwe ballen. Ja, nee, ik wil de blauwe. Oh. Mijn kleur. Oh, dan ben ik de rode. Dan ben jij de rode. Haha, kut. Nou. Ik heb mijn rode ballen. Hier, blauwe balletjes. Oh, ja, oh, ja. Die is geel. Kut, sorry. Nou, dit, zo kan je ook een spel beginnen. Chillen zaterdag. Oh ja, we hebben trouwens vandaag Kodaaf, Jeroen weer te gast. Oké. Wat we doen. Dit is streek. Jezus! Hij gooit hem helemaal de andere kant op! Waar wil je dat ding? Ja, dit is een streep. Oké, jongens. De bal is tegen de muur aan, dan werkt het spel niet. Nee, want dan kan je niet te ver gooien. Nou, dat is pech voor ons. Dit is de lijn. Oké. Gaat als eerst. Steen, papier, schaar. Rick moet weer de Nobelle man zijn. Hij gaat het verbeteren hoor. Dan gaat hij met zijn voordeel leggen als hij nou wint, hè. Anders kan hij niet zo ver. Ja, houdt hem gewoon in zijn broek. Hij legt hem wanneer? Daar. Oké, wat we doen. Er is maar. We mogen allemaal gooien met de ballen om de beurt. Dus jij en jij en jij en ik één. Vervolgens tweede bal. En daarna mogen we allemaal één bal terugpakken om opnieuw te gooien. Okay. Degene die dichtbij ligt, wint. Steen, papier, schaar. Wij twee verder. Steen, papier, schaar. Jeroen mag beginnen. Okay. Onze gast. Oh, het slecht. Ongelooflijk. Wie is het? Hij is de andere kant op gegaan. Dit is mijn kans om te winnen. Had je dit uitgedacht? Weet je het ook? Ja, dat is de strategie. Er zal wel iemand van die kant van de muur aankomen lopen en die ziet nu die ballen. Het probleem is een beetje dat een normale show de boel is op een grasveld. Waar geen deuken zijn die je bal totaal weggooien. Ik ga gewoon. Een beetje rustig hebben, die andere gasten gooien zo hard, zo agressief. Blijf je echt van de drempel hangen, ja precies. We hebben hier een winnaartje hoor, dit is het. Oké, nou dat komt Rick hoor. Als je nu. Komt-ie. Oh, het zit te hard, man. Ja. Daar gaat hij van Rick al. Dan zag je eens gooien, hij gooit het vers. Nog even. Hij is weg. Volgens mij, hoe de tussenstand nu is, Thomas ligt er het dichtst bij. Daarna Jeroen, daarna ik. En op vier. Kijk waar mijn bal ligt. Hij is weg. Wat? Oh, moet je kijken, camera. Hij is in een gleuf gevallen of zo. De bal van Rick is verdwenen. Oh, dude, kijk de bal van Rick. Niet aanraken, we willen het spel niet aanraken. Oh, die bijbal. We willen het spel niet beïnvloeden, jongens. Laten we verder gaan. Oké. Okay. Tobo! Hij lag daar. Ik weet niet wie aan je bal heeft gezeten. Jij was het. Ronde 2. Yes. Succes. Dank je. What the fuck? Gewoon een deal. Deal is nice. Sorry gast. Komt ie. Oh, oeh, maar dat is leuk als je Tobo's bal raakt. Oeh. Maar die vond. Je bent nog wel tweede nu. Oké. Okay. Okay. B. Ellens, gooi. Oké, die was slecht. Ik heb het ook. Je denkt, oh, dit is wel goed en dan veel te hard. Ja. 10 keer zo zacht gooien dat je denkt dat het. Ja, het ja, Thomas die zegt gewoon naar goed. Oké. Okay. Oké, iedereen mag één bal pakken. Iedereen mag één bal. Beginnen met Kodaaf. Pak jij je eerste bal terug. Oké. Okay. Voor mij maakt het niet eens uit welke ik pak, geloof ik. Mijn ballen liggen allebei daar, dus. Ik hoop gewoon dat deze blijft liggen, dan ben ik blij. Ja, ik ga echt met een borp zo, met een bolvorm, denk ik hem zo keihard weg. Pak je bal. Ik ga die andere bal pakken hoor. Dat is het volgende. Lekker bezig. Ze stapt nu dus. De rode bal hier is van Thomas. De groene bal daar is van Kodaaf. De gele bal daar is van Rick. En de blauwe bal daar, die is van mij. Dus de man, ik denk dat wij gelijk staan, Rick. Wat? Nee! Kodaaf ligt net iets dichterbij en jij, maar die is net dichterbij dan die. En die is echt veel verder weg. Ja? Je bent, ja, jij bent nummer 4. Echt niet! Raak de bal van Thomas. Stik die bal van Thomas weg. Dan ben je baas. Ik zal het proberen. Als je die bal wegraakt, krijg je van mij 5 euro. Dan gaat het voor jou ook weg. Nou, die raak je niet hoor. Oké, okay. Go. Oké. Okay. Oh. Oké. Doei.
Zoek het uit. Okay. Marno is. Hij gaat voor. We staan er trouwens ook gewoon bij het stuur. Ja, nou hè. Hoe je tegen die mensen aangooien. Veel te hard, man. Oh. Ja, ja, ja! Hey! Ja! Ja! Motherfuckers! Oh! Oh ja! Nee! Oh! Ze rollen nog gelijk! Oké, ik denk dat het bij is, ja. Nee! Het ligt op dezelfde lijn. Ja, dat is Het is veel te zacht. Oh. Ik ging voor die Bardo aantikken, maar dat mislukte. De finale bal van Ricky. Ik doe niks. Dan ga je achter me. Ga hier staan. Dit weer, hè? Ja, die gaat nog tegen die wind. Die gaat binnen vooruit. Ja, die wind, kijk, komt-ie. Oh, nee. Oh, hij beweegt nog, hij beweegt nog! Nee! Nee! Oh, daar gaat hij! Nee! Nee! Nee. Hey, dit is een live! Waar gaat hij? Ik denk dat hij van jullie uit of zo. Oh, ja, Rick. Nee, het is klaar. Het is klaar. Die bal van Ricky die van je is door. Bij. Oh! Ja, ik denk het gewoon even serieus. Big winner! Woe! Heeft iemand de medailles? Nee, ja. Ja. Daar komt af met de medailles. Godverdomme. Daar ligt het witte balletje achter Rick. Thomas met de rode bal is nummer 1. De gouden medaille voor Thomas. Mijn magistrale worp op het einde geeft mij de nummer 2. Oh, en dan de nummer 3. Ja, dat is Kordaaf. Volgens mij is het Kordaaf, ja. Want hier ligt Ricky. Daar is het Kordaaf. Kom maar. Kordaaf. Woehoe. Kom maar. Oh, Ricky heeft de molste medaille. Oh, die Kordaaf. Nou, dat was ook de laatste keer dat we Kordaaf hebben gezien hier. Erbij. Nou, we willen met z'n allen nog even Kordaaf bedanken voor het meespelen natuurlijk. Dus neem even een kijkje op zijn kanaal. Zijn linkje staat ook in de videobeschrijving. Kordaaf is net het hoekje omgered naar zijn eigen kanaal. Dat wil je natuurlijk zien. En applaus voor de sportiviteit van Rick. Je hebt voor het eerst ben je vierde geworden, ja, bij Chillen Zaterdag. Hoe voelt dat? Nieuw. Ongekend terrein. Dit is spectaculair, hè? Ja. Vond je dit ook zo'n spectaculaire video? Geef dan een duimpje omhoog hier beneden. Abonneer hier beneden. En stuur deze video door. Want we love Jeu de Boel. Woehoe! Lang leven Jeu de Boel, motherfucker! Later!